Ja, dan moet je natuurlijk wel de microfoon aanzetten als je wilt praten tegen jullie. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is GT5 LSPD van Amor. Voorin zit Wim met zijn collega's. Twee in dit geval. ME is natuurlijk met veel meer. Want zoals je ziet, en ik heb het eigenlijk al gezegd, zijn we als mobiele eenheid ME. Dus ja, daar heb ik super veel zin in. En ik hoop dat we daar wat leuks van gaan maken. En daar ga ik wel voor zorgen. We gaan in ieder geval... ja, het is een soort flex ME. En ik vergis me er waarschijnlijk in, maar flex ME rijdt geloof ik ook een beetje gewoon op noodhulpmeldingen. Voor nu gaan we ons wel echt focussen op de typische ME meldingen en dat is toch wel een beetje voetbalhooligans en demonstraties. Dus die gaan we zeker krijgen vandaag. We gaan gewoon eens wat meldingen erin gooien en kijken wat we... Attention all units, ja, dat is we net have iets in Rockford Hills, respond code 3. Dat is dan weer net iets te wild voor de mobiele eenheid. Zij handelen voornamelijk met wapenstokken. En mijn collega's in dit geval, ga ik jullie alvast voor waarschuwen. Als ik mijn wapenstok pak, pakken hun een vuurwapen. Dus wat je dan waarschijnlijk gaat zien, als ik word aangevallen, gaan hun schieten. Dan weten jullie dat alvast. Sorry daarvoor, maar ik hoop dat het mij vergeven wordt. En vooral hun, want hun zijn de boefjes hier. Ik had ook een video gezien waar een ME-bus achter deze bus geloof ik. En die wordt een bus die hierop lijkt. Die achter een tractor aan zat, zag er ook wel grappig uit. In Den Haag natuurlijk. Units reporting. We have a grand theft on Sustancia Road. Units respond code 3. Ik kan als het goed is hier dus ook gewoon een stopteken mee geven. Hier gebeurt iets. Oh ja, zeker. Heren, heren, heren. Even stoppen. Even stoppen. Hallo. Ik sta ertussen. Hey. Hey joh, je gaat mij toch niet slaan, achterlijke piepo. Staan blijven jij. Oh, mijn helm. Zo. Nee vriend, stoppen nu. Waar is mijn bus heen? Oh, die is span natuurlijk. Oh, ik weet het wel. Stoppen. Stoppen vriend. Ja, moet ik hem aanhouden? Hier zo. Denk wel. Dan wel gegevens sowieso even. Oké, beste kameraad, ik wil van jou graag een... Nou, we doen een playcheck. Dat is helemaal een kentekje. We gaan in ieder geval even een... identiteitsbewijs. Ja, die is verlopen, daar hebben we natuurlijk niks aan wat je me nu geeft. Let daar even op. In dat opzicht zie je dat... wat ik zag, is dat de persoon voor mij nu... als eerste sloeg. En hij begon daarna natuurlijk daarop terug te slaan. Dus ik ga ze beide even aanhouden. Het is in het echt is het geloof ik zo. Doe jij, ja, hem hebben op heterdaad, hem, ja, hem ook eigenlijk. Doet hij aangifte van mishandeling, dan moet hij sowieso mee. Maar doet hij, dan heeft hij ook het recht om dat ook te doen, want hij sloeg hem ook. Dan moet hij ook mee. Dus wat je dan toch vaak ziet, is dat ze dan beide geen aangifte doen. Oh, shit, wat heb ik gedaan? Oh, ja, laat maar gaan, ik heb hier allemaal geen tijd en zin in. Beste amiga, jij gaat niet met mij mee. Normaal gesproken zou dat zeker wel kunnen. Wat je ook wel eens ziet is dat ze dan gewoon die bus in worden getrokken. Assistance required on, weg zijn. Calais Avenue. Dat is muziek aan het luisteren trouwens, zie je links in beeld. Lekker een playlist. Voor nu ga ik hem niet meenemen. Zo kunnen wij doorgaan naar meldingen. De bus die spant dus op afstand. Ik weet hoe ik het moet fixen. Ik heb het alleen niet gedaan. En ik heb ook geen zin om dat nu te doen. Dus hoe ga ik dat oplossen? Heel simpel. De volgende keer even aan denken. En dan doe ik dat. Wat we ook gaan doen. Ja, ja, schermpje aan. Zo. Helmpje weer op. Nee, rustig aan, pieper. Officers report a disturbance on... Madway Thunder Drive. Kijk, daar hebben we natuurlijk voor. Een demonstratie. Het verloopt daar allemaal rustig, dus we gaan onder een prioriteit 2 die kant op. Het is een geplande demonstratie, denk ik. Op dit moment is er geen reden tot paniek. Ik heb hem in 5 seconden veranderen. Maar rij alsjeblieft wel door. Je kan er niet tegen. Ja, daar gaan we. Nee, toch niet. Ja, ah, nu is het weer oranje. Ja, je gaat niet wachten. Hoppakee. En mij heeft bijna een aanrijding. En mij heeft hij geen tijd voor.
Ondertussen zit ik even op mijn telefoon te kijken. Via mijn oortje hoor ik dat het daar helemaal uit de klauwen loopt. Paniek bij de collega's, grote paniek. Op een kruispunt ook. Je had één taak en dat was blijven staan. Fucken met jullie allemaal. Ziet er rustig uit. Alleen jammer dat ze een kruispunt hebben. Left control. Why? Fucken met jou. Wat zullen we doen? Ja, dan hebben we... We gaan nu gewoon optie 1. Nou, de vraag is echter, is het gepland? Ze nemen een... drukke verkeersplek voor zich op zich. Wat ik wel merk is dat er weinig verkeer deze kant op staat. Er zijn geen torenhoge files. En mensen lijken dus wel ervan op de hoogte te zijn. Even heel ver gezocht. Voor nu gaan we zeggen, we should wait and see what they do. Oftewel, we wachten en we kijken wat ze gaan doen. Dus dat gaan we even doen. We gaan een beetje die kant op lopen. Als ze gaan rellen, dan ben ik de eerste die ze helemaal de moeder inslaat. En als ze rustig blijven, weet je, ja, in Nederland heb je gewoon recht om te demonstreren. Meen ik, toch? Ja, als je het aankondigt. Zo, jullie moedervriend. Ja, het is klaar nu, hè? Het is klaar nu, hè? Het is klaar nu. Zo, een mes, dat is een mes, dat is een... Ja, jongen, wat is dit voor een onzin? Deze melding is ten einde. Goed werk. Er zijn geen eenheden meer nodig. Ja, nee. Er zijn nog geen eenheden meer. Die stonden hier allemaal. Die zijn allemaal gejuked. Wat een kutmelding. Maar ik ga er wel naar terug naartoe. Als ik die man vind. Ik weet hoe hij uitziet. Die gaan we pakken. Al was dat wel mijn perfecte beroep geweest. Heb ik ook al lang niet gedaan, maar nu ben ik er nog weer zo. Zo. Ik vind dat we een poging 2 krijgen bij een demonstratie. Deurtjes dicht. En mee werken. Oké, dus we zijn erop bewust dat... messen in het spel kunnen zijn. Vinewood Boulevard, units respond code 2. Gezien we nu weten hoe het kan gaan, gaan we hier gewoon lekker prio 1 naar boven. Naar de volgende demonstratie. Het is druk in de stad, ze vinden het blijkbaar nodig om overal te demonstreren. Ik wil er geen uitspraken over waarvoor ze demonstreren, of beter gezegd waar tegen is het meestal, hè. Toch wel vaak tegen. Ik kan me niet voorstellen dat je voor iets demonstreert. Ja, nee, ja, nee. Ja, nee. Zal ik er nog één keer zeggen ja, nee? Ja, even een voorbeeld. Kijk uit Zwarte Piet. Die demonstreert voor het stoppen van Zwarte Piet. Maar dus ook tegen Zwarte Piet. Snap je? Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Het is druk ook hoor. Foutkeuze, foutkeuze, foutkeuze.
vrije baan ligt zeker niet rechts. Dat dacht ik heel even, maar dan zat ik toch echt wel in het verkeer. Nou, dit is hartstikke druk. Dit is een hartstikke drukke weg. Wat we hier dus gaan doen is meteen handelen. Iedereen weg hier. In opdracht van de minister-president Mark Rutte, oftewel My G. Nee, disrespect naar Mark is niet toegestaan natuurlijk, maar Mark is een topkerel. We lopen hier nu gewoon even rustig doorheen. Wapenstokje bij de hand. In de commentaar, dislanders. Is het land of opportunity, get out. Wat? Ik snap hem niet. Dit is het land van de mogelijkheden, ga weg. Ga eruit. Nou, het zal allemaal wel. Goeiedag, Zuidel. Hoi. Wat should we do? Oké, we gaan iedereen verzoeken het gebied te verlaten. Dames en heren, u mag het gebied verlaten. Sla mij dan, ik sla jullie ook. Dispatch, we got eyes on the target. Moving to engage. Ja, bro, luister, dit is toch echt... Luister, dat heeft geen zin om met... Luister dan, ik sla jullie allemaal kapot, hè. Nou, dat is misschien een beetje grof, maar... Hoppa, hoppa, wat die... Als iemand een mes pakt, ik sloop jullie. Nog iemand? Nog iemand? Nog iemand? Kapoomba! Kapoom... Ja, ren weg dan, ren weg dan! Jij ook! Hoppa! Oeh, wat die? Hoppa! Oeh, wat? Wat da? Nog iemand? Wat da? Raketa! Pa! Wat da? Wat da? Po! Kata pumba! Kata krateta! Kraketa! Krota pum! Kraketukutukata! Kroka! Anders nog iemand? Kan ze doorgaan, hè vriend? Krokata! Niet opstaan! Liggen blijven! En jij? Kom op dan, kom op dan! Kom op dan, kom op dan! Sla jij eerst of sla ik? Sla me, sla me, sla me, sla me! Sam, Sam, Sam. Kom dichterbij, hè. Wat? Anders nog iemand? Ja, dat is overdreven geweld, hè, meneer de politieagent. Dat is nergens voor nodig. Ja, nee, doe dan. Ja, jongen, stop nou, joh. Stop nou, joh. Hé, joh, dat is toch nergens voor nodig. Hoppakee. Mijn collega zit achter iemand aan. Die steekt, hè. Zit die te steken? Zit je te steken? Alsjeblieft, collega. Maar gelijk is dit een achtervolging. Nee, huh? Waar zijn mijn collega's? Zijn die dood? Die zijn dood. Keurig. Oh, dat zijn ze wel. Ja, dan moeten we paarden in game hebben. Nou, stap in, stap in. Ja, ja, ja. Dames en heren, zo gaat dat tegenwoordig, hè. Ik wil wel even in de comments weten wat jullie van mijn special effect geluiden vonden. Want daar heb ik echt mijn best op gedaan. En dat wordt gewaardeerd als jullie dat... Attention all units. Jullie daar wat over zeggen. Deze melding is ten einde. Goed werk. Wat gaan we doen? Er zijn doen, geen eenheden meer nodig. Stoppen. Want waarom stop ik nu al? Wat erg. Ja, dat klopt. Ik maak het goed met jullie. Of ja, nee. Ik maak het niet goed met jullie eigenlijk. Ik stop ermee. Voor nu. Deze video of deze wagen, deze ME komt zeker nog wel een keertje voorbij. Maar voor nu is het laat, zeg maar, op de avond. Ik moet nog een video editen, anders kon ik die morgen niet voor jullie morgen, voor mij morgen, niet online zetten. En dan ja, komt er geen video online, dus dan, ja, in dat opzicht maak ik het goed met jullie door nu te stoppen, maar wel te zorgen dat jullie de laatste video hebben kunnen zien. Maar misschien een beetje kort, en maar twee demonstraties en een klein opstootje op straat. Maar ja,
Iedereen is gewoon zo erg geschrokken van mijn optreden net dat ze zoiets hadden van wij gaan niet meer demonstreren, snap ik. Hey, bedankt voor het kijken, hoop dat jullie heel leuk video vonden. www.heumots of https://heumots of zoiets, weet ik het allemaal, .nl. Linkje in de beschrijving. Kun je dit zeggen? De ballen, laat ze niet vallen. Doei!